Hi, welkom bij een nieuw filmpje. Leuk dat je er weer bent. Leuk dat je hier bent als je nieuw bent. Leuk dat je terug bent als je niet nieuw bent. Nou ja, goed, het is een heel ritueel. Hier staat een... Lulu beweegt. Hier staat een parasol. Die gaat terug, maar die staat nog even te wachten tot hij terug kan richting Amsterdam. Een make-up update. Ik heb... best wel wat spulletjes, maar voornamelijk van één merk. Hè. Ik heb niet zo heel veel nieuw geprobeerd. Wat ik wel nieuw heb geprobeerd, ik heb een semi-computerleesbril, is de Refuel, hoe heet het? Slokje cola hoor. Tinted face cream for daily use all skin type. Likes texture sheer skin 50 plus. Deze. Gekocht bij de Boozy Shop. Heel fijn. Niet heel veel dekking inderdaad. In sheer tint. Voelt licht op de huid. Geeft een sheer tint. Is opbouwbaar tot iets meer dan licht. Je komt niet bij medium dekking of zo. Maar het is absoluut een fijn product. Dan heb ik ja, de She Glam, de foundation stick in de kleur porselein. Ja, fijn. Weet je, ik heb een heel bakje vol met She Glam voor mijn neus. Wat ga ik hiervan zeggen? Ik vind het echt hele fijne producten. De foundation stick. De... Skin Focus High Coverage Powder Foundation. Die heb ik ook in de kleur porselein. Dan heb ik de hele rare She Glam poeder. De Hydro Touch Refreshing Setting Powder. Dit was diegene waar je kwast zeg maar nat van werd. Echt het gevoel dat je kwast nat werd. Heel apart, maar wel fijne poeder. Absoluut. Oh, ik heb ook nog één Moira ding. Een Lip Appeal Waterproof Liner. In de kleur Bombshell. Oké. Okay. Kan me niet herinneren. Oh, ik heb ook nog een W7 Sunny Seville Lip Gloss in de kleur Sangria. Ik kan me even niet zo goed bedenken wat ik daarvan vind. Ik weet dat ik de Moira lip liners echt heel fijn vind. Oh ja. En dan heb ik nog een collection. Incredibrow Brow Definer in blond. Heel fijn. Hele mooie kleur ook. Het is zo'n twist-up. Dat is niet mijn favoriet. Maar het is wel een goede blonde kleur. Goed. Dat was hem. Dat was hem. Dan hebben we de She Glam Concealer. Dit is de Full Coverage Concealer. Ja, fijn. Ik moet zeggen, ik vind deze. Is dat deze? Ja, de Complexion Boost met zo'n sponsje. In het roze vind ik fijner voor onder mijn ogen. Deze meer voor de roodheden. En dan had ik nog een donkerdere variant ook. In chestnut. Dit is. Fair. Deze is fair. In chestnut had ik hem als bronzer. Ook fijn. Mooi. Wel warm. Maar mooie kleur. Ja. De She Glam Brush and Dip. Ik weet het niet wat ik daarvan vind. Je draait hem zo open en dan zit hier het kwastje. Het kwastje is fijn hoor, zo'n vierkant kwastje. En je moet hem indippen zo om in het product te doen. En dan is dit de kleur. Hij leek op camera een beetje rooig. Dat was in het echt niet zo.
Maar het is erg gepigmenteerd. Dus, maar doe er voorzichtig mee. Dan heb ik een Chiclam Pore Eraser Stick. Dat is zo één. Die je zeg maar gewoon zo blop, 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 blop op doet. En dan een Pore Eraser Stick. Fijn, goed voor onderweg zeg maar. Dit is de liner. Met aan de ene kant een stempel links. Aan de andere kant een stempel rechts. En de liner. Ja, het werkt. Het werkt. Het doet het goed. Het is mooi zwart. Het blijft de hele dag zitten. Ik moet alleen even wennen aan de stijl. Want ik ben niet gewend van een zwarte liner te hebben. Maar het doet het wel. Wat is dit? Dit is een Chiclam lipproduct in Walk on the Beach. Dit is zo'n click-up pen. Mooie kleur. Deze. Mooie kleur. Ja, ik vind het allemaal echt serieus fijne producten. Ik heb hier een Chiclam lipstift. Nou, ik kan onmogelijk lezen wat dat is. Maar dit is, ja, dit lijkt een kleur te hebben, maar dat heeft het niet. Hij is heel zacht. Maar geeft een ontzettend mooie gloss, zeg maar. Dan heb ik dit setje met een lippotlood. Die voor mijn gevoel gewoon geen goede kleur had. Een beetje te warm voor mij. Maar dan krijg je dit dingetje erbij. Kijk hoe klein het is vergeleken bij een concealer. Grappig, hè? Ja, grappig. Dit is de lijm. Een soort gloss, maar lijm. Dit glimt niet, absoluut niet. En dan doe je met het kwastje doe je de glitter erop. Nou moet ik zeggen, ik heb redelijk gepigmenteerde lippen van mezelf. Dus deze kleur kwam bij mij niet heel erg naar voren, behalve dan dat het heel veel glitter had. Dan heb ik nog de, die hebben jullie niet gezien in de Chiclam video. Er staat een video van online vorige maand. Check het. Dit is de Fresh Sash. Fresh Sash. Fresh Sash. Fresh Sash. Brush and Spons Shampoo. Dit heb ik ervan opgemaakt. Ik heb één keer mijn kwasten ermee gewassen. Kom ik op terug, want er komt een kwastenwasvideo aan. En ik hebben jullie ook niet gezien, de Chiclam Nourishing staat er? Neroli? Ja, Nourishing Neroli Face Cleansing Balm. Die gaat voor de helft zo open. Dan heb je hier een spateltje. En als je hem helemaal open draait, heb je de balm. Heel fijn. Heel zacht op het gezicht. Heel fijn. Echt toppie, toppie, toppie. En als laatste heb ik van Collection de Filter Finish Liquid Blush Wand. Waar natuurlijk weer geen kleur op staat. Oh jawel. Dit is Peach Pleasure. Dit is een draaiding. Deze. Ja. Ik vind hem heel metallic. Ik weet niet of je dat zo kan zien. Heel metallic. Niet helemaal mijn ding. Maar ik ga hem nog wel een paar keer proberen. Ja, behalve een incidenteel oogproduct en de tinted sunscreen. Heb ik alleen maar Chiclam dingen opgemaakt. Die doe ik even allemaal terug in de doos. Dan kan het morgen allemaal weer, of straks allemaal weer mee boven. Niet morgen, maar straks. Ik had ook
de liquid varianten van de foundation. Dag Lulu. En Lulu is de enige die thuis is. Anton is met Dennis mee. Maar Lulu wilde niet mee. Dus die lekker thuis. Die loopt lekker een beetje rond te lopen. De liquid foundation had ik van die proefzakjes gedaan. Maar de eerste keer dat ik dat probeerde, ging mijn make-up helemaal mis. Dus die kon ik in de video niet meer gebruiken. Maar die heb ik wel gebruikt. Mwah. Dat vond ik gemiddeld goed. Dit was de update. Niet zoveel. Eén merk. Ja, het was gewoon niet zoveel door elkaar. Dat zal aankomende maand wel anders worden. Maar goed, dit was de update over de Chic Glam eigenlijk. Voornamelijk. Welke producten ik nog steeds heel veel gebruik. De concealer. De Revuel natuurlijk. De tinted cream. Maar die is niet van de Chic Glam. De poeder, de concealer, de lipproducten. Dat gebruik ik allemaal nog wel heel erg veel. Dus bij deze. Bedankt voor het kijken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Fijne dag verder. Doei!